word je cartoonist? Was dat een hobby? Deed je dat van kinds af? Ben je daarvoor opgeleid of hoe zit dat in elkaar? Je kunt daar niet voor opgeleid worden. Hè. Dus ik heb een algemene academische opleiding gehad. En ik had eigenlijk een neef die cartoonist was in het Brugse Handelsblad. En ik was een jaar of 6 toen hij gestorven is. Hij was 27 jaar of zo. Oei. En voor mij was dat iets heel een vreemde wereld, die cartoons maken. Mm-hmm. En ik tekende zelf graag. En toen, op dat moment heb ik gezegd, ik word cartoonist. Ik zei daarnet al, je staat eigenlijk elke dag in de krant. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Maar wat ik dan onmiddellijk denk, is qua inspiratie, is dat makkelijk? Wel, dat is natuurlijk niet makkelijk, omdat ik dagelijks met een zware deadline zit. Omdat ik dus ook verschillende onderwerpen, cartoons over maak, onder andere sport ook. Mm-hmm. Dus mijn pagina 2 is de politiek, dat kan ik wel ietsje vroeger doen. Maar mijn sporttekeningen, dat is echt wel zwaar af sinds soms. Ja, omdat kort op de bal. Omdat ik soms tekeningen maak over een wedstrijd, waarvan de uitslag pas tegen de deadline bekend is natuurlijk. Soms na de deadline. Hoe lang doe je dit ondertussen al? Heb je enig idee hoeveel cartoons je ooit al getekend hebt? Want ik denk dat dat een ongelooflijk aantal moet zijn. Goh, ik schat zo'n 15.000. Dus ja. Ik kan mij voorstellen, hè, soms worden ze toch een beetje cynisch of vlijmscherp. Of je schuwt de controverse niet. Mm. Word je daarvoor op je vingers getikt soms? Heb je eigenlijk carte blanche? Ik heb eigenlijk carte blanche, want als de reacties komen... Niemand heeft mijn adres natuurlijk. Nee, maar op de krant komen er wel reacties binnen natuurlijk. Maar ze laten mij maar rusten. Stimuleert je dat? Vind je dat eigenlijk juist goed dat er reactie op is? Ik vind dat goed. Ja. Maar, lokt je wel een beetje naar je kop. De meeste reacties komen eigenlijk uit de sportwereld. Eigenlijk. Ja. Ook u welkom natuurlijk, meneer Millekamps. Van harte welkom. Ja. En toch wel een beetje hier in je tweede thuis, mag ik dat zeggen? Mocht dat gerust zeggen, ik heb hier allemaal bij van mijn 12 jaar, want dat was er nog vroeger, nu beginnen ze dan 6 jaar, dan mogen we beginnen dan 12 jaar. Mm-hmm. Maar ik heb dus altijd maar één ploeg gehad, op hoog niveau. Dus mochten we zeggen dat het in mijn tweede thuis is. Ja, zeker. En ik veronderstel dat het leuk is om na een voetbalcarrière je lijn door te trekken en schepen van sport te worden. Het is te zeggen, dat is waarschijnlijk met iedere sportman die op een leeftijd komt, dat hij moet stoppen met voetbal. Zij dus een beetje, zeggen ze dat sport had. Ja. En zoek iets anders. Ik heb dat ook in het begin gezocht. Ik heb ook nog in het einde van mijn carrière dan nog spelertrainer geweest in Isegem en dergelijke meer. Maar moet eerlijk zeggen, dat was niet eigenlijk zo mijn... U in dat dag. Je moet een beetje zoeken natuurlijk. Hè? Ja. Ik had altijd een groot probleem met te veel spelers. Ja. Je mocht er maar 11 opstellen en je moet er veel ontgoochelen. En dat was mijn groot probleem. Moeilijk, ja. Davy de Vouw die gaat elke keer opnieuw een nieuwe uitdaging aan. Vorige week won Davy van Willy Nasus, de voorzitter, in een partijtje bowling. En deze keer is zijn tegenspeler Geert Tieteka. Zit er gereed voor? Ja? Niet te veel hoeven? Nee. Nee, ik zou niet tellen. Ja, dat is het. Ik ook niet. Dus. We gaan wel zien hoe ver we geraken. Oh ja, vandaag gaan we blijkbaar poelen. Dus tweede opdracht. Gaan we proberen voor die 2-0 te gaan. Voor vente speler is een groot woord. We spelen af en toe wel een keer een spelletje poel. Maar ik weet natuurlijk Davy zijn capaciteiten niet op dat vlak. Succes. Succes. Pronostieken ben ik niet zo. Dus omdat je niet weet wat de tegenstander kan. Het is nu 1-0 voor Davy, dus... Ja, doe mijn best of 2 zeggen. Best of 2 zeggen. Of doe, maar niet uit. Toch tijd. Mijn bal lijkt niet goed, hè. Dat is wel heel slecht, hè, dat.
Oh ja, Geert heeft nog 5 halve ballen alleen, zou ik zeggen. En ja, als ik zwart maak in de verste hoek daar, dan is het afgelopen. Dan is het 2-1. Netjes. Meer kan ik niet zeggen. Netjes. Zie, de stress wordt hem te veel. Wordt hem bijna volledig te veel. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Toen dat er voor mij hopeloos uitzag, heeft Davy een fout gemaakt. Oh, jongens. Ja, Geert, alles of niks in het. Zwak, hè? Echt dom gespeeld. Gefeliciteerd, Geert. Dank u. Ik kon er niet aan doen. Voor de spanning van de volgende spelletjes is dit wel heel belangrijk. Ja. En op die manier is het 1-1 en biedt de cap. Alles nu naar de volgende. Als sporter wil ik altijd alles graag winnen. Hè. Dus, net zoals poelen, net zoals voetballen, bowlen. Dus we zien wat er de komende weken komt. En we gaan proberen weer de tussenstand in mijn voordeel te draaien. Werd hij verkozen tot cerclespeler van de eeuw. Graag uw applaus voor Jules Verist. Welkom, Jules, Julien. Ik weet niet wat ze zeggen. Wat is gelijk, ze zeggen. Mag kiezen? Normaal was dat in de weken Jules en de zondag was Julien. Ah ja. Maar voor is het gelijk. We zijn weekend, zaterdag. Mag kiezen. Weet je wat, ik voel me hier tussen. Ja. Zo, dus, Jules. Zeg maar Jules. Vaste middenvelder, verdediger was je. Je hebt bijna je hele carrière bij Cercle Brugge gespeeld. Ze zijn even naar derde klasse gezakt. Je hebt hen weer terug naar eerste klasse gebracht. Hoe denk je daarover terug? Achteraf bekeken, nu in de situatie die hem nu voordoet met al die managers. Ik was 18 jaar toen ik in de eerste ploeg van Cercle Brugge gerocht. En dat jaar zijn we gezakt. En dan zijn we nog een keer gezakt qua een omkoopsaffaire. Dat er achteraf niets vanaf was. Maar ik was een talent, ik was 18 jaar. En van eerste klasse, ik had zeker 3/4 van de competitie gespeeld. Want ik ben in de eerste ploeg gekomen aan mijn, laten we zeggen, achter de 7e of de 8e wedstrijd. Ik heb er nooit meer uit geweest. Dus ik heb die tuimeling naar derde meegemaakt. En de dag van vandaag kun je dat niet meer voorstellen. Nee. Een speler en de managers en gelijk hadden dat er nu aan voren doet. Maar ja, ik heb dat bewust meegemaakt. Beklagen. En hoeveel jaren heb je voor Cercle Brugge? Ik heb 16 seizoenen tot 17 seizoenen in de eerste ploeg gespeeld. Ja, dat is, is dat een record, denk je? Ik misschien denk bij Cercle wel, hè? In Cercle was dat zeker een record, want ik heb. Er is al eentje die reageert in de zetel. De Millekaan. Ja. Maar weet jij het? Ja, maar ik kan aan vele gespoord ook. Maar ik op dat er nu zo goed uitziet, had je veel te danken aan mij. Luc, het is jammer, maar we moeten het er wel heel even over hebben. Momenteel, Zulte-Waregem, het loopt niet zo lekker. Heb jij een flauw idee hoe het komt? Waaraan ligt dat? Ja, iedereen zal er zijn gedacht waarschijnlijk over hebben. En ik heb er ook een beetje bij gedacht over. Maar dat ze een beetje te weinig punten hebben, dat ze een beetje tegenslag hebben, dat zal ook wel waar zijn. Maar het was niet aan mij mijn gedacht van dat te zeggen. Kijk, En waarom denk je dat we het cerkelen bijvoorbeeld met toch ongeveer dezelfde middelen wel lukt? Dat is een moeilijke vraag. He, dat, maar waarom lukt dat wel? Ik moet zeggen, ze hebben in Zulte-Waregem veel spelers binnengehaald dit jaar. Mm-hmm. In Cercle Brugge minder. Dus zijn de vernieuwing, het zijn een beetje kinderziektes nog. Vorig jaar. En ik denk, in het begin van het seizoen was het al ietsje beter. Maar als ze elkaar nog een beetje beter leren kennen en dergelijke meer. En de trainer ook die zich moet aanpassen aan het systeem en dergelijke meer, zal dan mijn gedag wel gezotter wel zien vandaag. Dat, ja, voilà. Vandaag gaat het allemaal veranderen. Lijkt me niet wat. Wat vond je zelf van de match? Ik denk met het punt dat we mogen tevreden zijn, ik denk dat moet hoopgevend zijn. En zeker de tweede helft was goed. We hebben meer druk naar voren kunnen zetten en daardoor doelpuntje kunnen maken en ik denk met dat punt moet ons veel hoop en moed geven voor de toekomst. Marek, wat denk jij van de match? Ik vond Zulte-Waregem in de tweede helft heel goed. Dus ik denk dat Cercle mag blij zijn eigenlijk met dat ene punt die ons boven Club Brugge brengt in de stand. Luc?
Vertel, ik heb het gevoel dat je veel aan het denken bent. Niet persoonlijk denk ik dat we één puntje te weinig hebben. Twee punten te weinig hebben. We moesten, dat zijn van die wedstrijden, de thuiswedstrijden tegen van Zulte-Waregem tegen Cercle-Brugge, dat moet mijn gedacht winst opleveren. Hadden ze winst verdiend vandaag? Winst verdiend, dat is misschien wel op grond van de eerste helft verdiende niemand van te winnen. De tweede helft heeft Zulte-Waregem meer druk gezet. Maar moet eigenlijk zeggen, verdienen, dat is weer wat anders. Want eigenlijk doelkansen afdwingen zijn er weinig gebeurd. Dus ik denk, als bekeken, een uitslag 1-1, die misschien de terechte uitslag is. En wat denk je zelf? Zulte-Waregem heeft niet de resultaten waar jullie op gehoopt hebben. Enig idee hoe dat komt? Is het de gelukstreffer die er niet komt? Of is het... te veel nieuwe mensen, heb ik ook al eens gehoord. Wat denk je zelf? Ja, het is wat zoeken, inderdaad. Het is allemaal omstandigheden een beetje samen bij elkaar. Ik denk, nieuwe mensen, nieuw systeem. Toch een paar nieuwe spelers. En ik denk, dat verft tijd. Maar het is niet deze jaar dat we gaan kampioen spelen of misschien in die top 6 geraken. We moeten bouwen, stap per stap. En het is een moeilijke periode. We staan niet waar we moeten staan. Maar het is alleen maar door hard te werken en elke week weer proberen ons ding te doen. En zo weer omhoog te klimmen.